Dit is Jill. Vandaag vertelt de dokter haar meer over haar behandeling en de medicijnen die ze zal krijgen. Kijk je mee? Kijk, omdat je zieke cellen hebt, krijg je verschillende soorten medicijnen. Een van die medicijnen heet chemotherapie. Oh, wat is dat? Dat is een moeilijke naam voor medicijnen die de kankercellen kapot maken en opruimen. Weg met die zieke cellen. Maar we zeggen meestal chemo, want dat is korter en makkelijker. Of uh, chemocasper, ken je die al? Oh. Hoi chemo-Kasper. Ja, maar hoe ziet dat er dan uit, die dingen, die chemo? Er zijn best veel verschillende soorten chemo. Soms is het doorzichtig, net als water. Maar het kan ook een kleur hebben. Bijvoorbeeld geel, rood of blauw. Je plas kan dan ook die kleur krijgen. Maar, uh, hoe krijg ik dat dan? Via een lijn of je vit. Of via een pil, een drankje of je zonde als je die hebt. Merk ik er dan ook iets van? Nou... Tijdens het opruimen van de kankercellen gaan er per ongeluk ook gezonde cellen kapot. Daardoor kun je bijvoorbeeld vaker koorts krijgen, voel je je misschien een beetje moe of misselijk en kan je mond zeer doen. Je krijgt dan medicijnen waardoor je je beter kan voelen. Je eten kan ook ineens anders smaken. Best gek hè? Maar gelukkig gaat dat weer over. Maar vind ik dan spruitjes ineens lekker of? <laughs> Wie weet, maar waarschijnlijk niet. Je kunt wel ineens trek hebben in andere dingen dan eerst. Maar de chemo maakt ook per ongeluk je haarcellen kapot. Daardoor valt je haar uit. Mijn haar? Hoe dan? Je zult merken dat je haren langzaam los gaan zitten. Je haar valt niet in één keer helemaal uit, maar beetje bij beetje. Je vindt bijvoorbeeld haar op je kussen of er blijft meer haar in de borstel zitten. Dat lijkt me echt gek. Wat moet je dan doen? Wat jij het fijnste vindt. Sommige kinderen willen alvast hun haar korter knippen of af laten scheren. Andere kinderen willen niets doen en liever wachten tot het uitvalt. Bedenk maar eens wat het beste bij jou past. En, en praat er gewoon over hè, met je vader of moeder of iemand uit het ziekenhuis. En als ik helemaal geen haar meer heb? Dan kun je een leuk petje, hoedje of een uh, koele muts dragen. Of een pruik. Of helemaal niets. Net wat jij fijn vindt. Je kunt ook je haar afknippen en er een soort haarband van laten maken met je eigen haar eraan. Dat noemen ze een toepim. Die draag je dan onder een muts of een petje. Maar krijg ik dan wel weer nieuw haar? Ja, de, de overgebleven haarcellen maken weer nieuwe haarcellen. En daardoor groeit je haar uiteindelijk weer aan. Pff, gelukkig. Ja, fijn hè? En hoe gaat het dan met school? Kan ik daar wel nog gewoon naartoe? Meestal kun je gewoon naar school. Het kan zijn dat je een beetje moe bent. Dan is het handig om met school te overleggen wat wel en wat niet lukt. Of je kunt bijvoorbeeld halve dagen naar school gaan. Als je weinig afweercellen hebt, zeggen we soms dat je beter even thuis kunt blijven. En wat als ik in het ziekenhuis ben? Je kan ook naar school in het Maxima. Zij helpen je daar dan met je schoolwerk en houden contact met je juf of meester. En als jij niet naar het klaslokaal kunt, dan komt de juf of meester gewoon naar jouw kamer. Moet ik eigenlijk in het ziekenhuis blijven slapen? Als ik chemo krijg? Soms wel. Dat hangt er vanaf welke chemo je krijgt. Chemopillen en chemo-drankjes kun je thuis innemen. Als je chemo krijgt waarvoor je in het ziekenhuis moet blijven slapen, vertellen we dat altijd van tevoren. En dan kan er ook iemand bij je blijven slapen, zoals je vader of moeder, broer, zus, opa of oma of zelfs een vriendje of vriendinnetje. Echt? Ja, die moet je dan ook even meenemen naar de speelplaats of een van de andere leuke speel- en ontdekplekken hier. Want je hoeft echt niet alleen maar op je kamer te blijven hoor. Maar overleg je wel eerst even met ons of dat kan? Wow, hier kunnen we lekker racen! Soms krijg je ook chemo-op de dagbehandeling. Als je zin hebt, kun je hier spelen of even rustig een filmpje kijken. Als je klaar bent, mag je weer naar huis. Heb je nog andere vragen? Eh, uh, nee, nu niet. Stel dat je later toch nog een vraag hebt, dan hoor ik het graag. En als je meer wilt lezen over hoe chemo precies werkt, dan kun je ook het prentenboek of het stripboek over Chemo Kasper lezen. Oké, okay, zijn we dan nu klaar? <laughs> ja hoor. Voor vandaag zijn we klaar. Mooi. Dan ga ik naar huis. Doei. Dag. Tot de volgende keer.